je bezig bent met je eigen drijfveren, met je eigen bezieling. Is een stand van zaken opmaakt met betrekking tot je eigen houdbaarheid en datgene wat je doet. Wij gebruiken bij onze cursus ook paarden, verschillende paarden. En de reden daarvoor is dat paarden heel goed gedrag van mensen kunnen spiegelen. Zij reageren heel direct op wat jij doet. Het natuurlijk en leidinggeven bestaat in mijn beleving allereerst bij uit het feit dat je leidinggeven moet doen vanuit je eigen kwaliteiten. Je authentieke zelf. En het tweede is, wat voor mij specifiek heel belangrijk is, is dat ik in de natuur allerlei voorbeelden zie van goed leiderschap. Metaforen voor goed leiderschap. En die kan je zo makkelijk gebruiken, die zijn zo dichtbij, die kan je zo goed inzetten. Behalve paardencoaching hebben we ook een workshop in ons programma van Bas Blekking. Die gaat in op onze ego's die we hebben, onze overlevingsstrategieën. De cursus bestaat uit drie keer een 24-uursconferentie. Van 4 uur 's middags tot de volgende dag 4 uur. Ja, ik denk dat wij aanvullende kwaliteiten hebben. Waarom het belangrijk is dat we deze cursus samen geven. Rennie is iemand die heel veel advieswerk heeft gedaan en zich heel erg verdiept heeft in allerlei leiderschapstheorieën. En ik ben echt een leidinggevende die nog dagelijks in de praktijk het leidinggeven uitoefent en daar veel ervaring heeft. Deze cursus die daagt mensen uit om over zichzelf na te denken. Geeft gelegenheid om, om behoorlijk diep te gaan in de materie. En we geven ook gelegenheid om veel uit te wisselen. En we vragen ook voor leidinggevenden dat ze ook hun eigen verhaal meenemen. Als je opgeeft voor deze cursus, kom je altijd terecht in een inspirerende omgeving. En dat is meestal dicht bij de natuur, maar het is ook een mooie omgeving. Het eerste thema zal veel meer gaan over de leidinggevende zelf. En we koppelen daar ook de paardencoaching aan. En we zitten dan daar ook in een landelijk gebied. De deelnemers, dat zijn leden van colleges van bestuur. En directeuren met eindverantwoordelijkheid. Uit het voortgezet onderwijs en uit het MBO. ROC's. Ja. Bas Blekking zegt het wel heel mooi. Die zegt van ja, gaat eigenlijk voortdurend je succescurve gaat voortdurend naar boven. Naar groter en meer en fusies. De baas zijn van nog meer locaties, et cetera. Maar vaak zie je het ook dat de gelukscurve naar beneden gaat. En mensen zich afvragen, ja, waar doe ik het nou eigenlijk voor? En wij hopen dat ze weggaan met meer vragen dan waarmee ze gekomen zijn. Nog meer vragen. Want het is, en dilemma's. Het is 3 keer de 2-daagse. Het zou heel leuk zijn dat de eerste 2-daagse weer zoveel nieuwe vragen oproept dat wij daar ook de tweede 2-daagse weer op in kunnen spelen. Het is ook voldoende tijd om te laten bezinken en te reflecteren en weer na te denken over hoe je zelf de volgende keer verder wil.